ABN AMRO gaat naar de beurs. Eind dit jaar gaat de staatsbank in delen naar de beurs. Volgens het kabinet voldoet ABN aan de 3 voorafgestelde voorwaarden. De bankensector is stabiel, er is voldoende interesse en tot slot is de bank er zelf ook klaar voor. Een mix van verschillende pieten is mogelijk bij de intocht van Sinterklaas in Meppel. Het organisatiecomité van de intocht gaat samen met de NTR kijken wat er mogelijk is. In de stad is geen enkele kritiek op Zwarte Piet, maar toch wil de organisatie niet blind zijn voor de discussie. Het katholieke Ierland stemt vandaag over legalisering van het homohuwelijk. Hoewel de kerk nog veel macht heeft in het land, stemt volgens de peilingen een meerderheid voor gelijke rechten voor homoseksuelen. 20 jaar geleden waren homoseksuele handelingen nog strafbaar in Ierland. Banken komen met een online oplossing voor klanten om oude rekeningnummers om te zetten in een IBAN. Zo'n oplossing was er al wel, maar die werd uit de lucht gehaald omdat die te duur was. De nieuwe website is een stuk eenvoudiger en daarom ook goedkoper.